Een prachtig gezicht is het, al die bevers die er inmiddels rondzwemmen. Maar wat doen ze met de rivierdijken die zo hard nodig zijn om ons veilig te houden? Geef een bever een paar weken, maanden en dan is het mis. Mogen de winkels in Ermelo voortaan op zondag open? Nou, als het aan de kerk ligt, niet. En daarom hebben we de gemeente Ermelo gevraagd van faciliteer nou die openstelling op zondag niet. Ga in tegen de 24-uurseconomie. En werkgevers kunnen bijna geen personeel vinden. Maar ook vrijwilligers moet je met een lampje zoeken. Ja, wij komen eigenlijk wel tientallen vrijwilligers tekort. Ervan uitgaand dat ze een dagdeel per week beschikbaar zijn. Goedenavond. Het aantal bevers in ons land groeit snel. En dat is mooi, die uitdijende natuur. Maar het brengt ook een steeds groter risico op dijkdoorbraken met zich mee. Vooral in onze provincie is de overlast van de dieren erg groot. Het waterschap Rivierenland pleit nu voor landelijke maatregelen tegen de overlast om de waterveiligheid te kunnen garanderen. Geef een bever een paar weken, maanden en dan is het mis. Het is een stevige uitspraak van de medewerker van waterschap Rivierenland. De organisatie luidt een noodklok, want bevers graven flinke gaten in dijken. Nou, u moet zich voorstellen dat die 20 meter diep in een dijk kunnen gaan en dat die ongeveer een 80 centimeter tot een meter doorsnee hebben. En dan in de dijk ook nog een hol hebben waar ze verblijven en die kan een omvang hebben van 2 meter. En ja, in zo'n dijk heb je dan meteen toch een risico in die dijk. Want als daar dan hoog water tegenaan staat, dan kan het gaan uitspoelen, kan het zand mee gaan nemen en uiteindelijk kan een dijk het begeven. De bever heeft een beschermde status, maar mag in sommige gevallen bestreden worden. Dat doet het waterschap al, maar de Heemraad pleit voor landelijke protocollen. Want volgens hem zijn er meer organisaties die last hebben van het knaagdier. Ook een ProRail of een gemeente met dat het onder een weg zit. Nou ja, dat kan je niet hebben dat er straks grote ongelukken gebeuren. Er moet volgens het waterschap meteen actie worden ondernomen en er kan geen jaar meer worden gewacht. De populatie die kan wel eens, die nu op een 5.500-6.000 bevers zit in Nederland, die kan wel eens verdubbeld zijn. En dat betekent dat de risico's alleen nog maar toenemen. Mogen de winkels straks ook in Ermelo op zondag open? Over die vraag buigt de gemeenteraad zich naar verwachting deze maand nog. Aanleiding is een voorstel van een van de politieke partijen. Er lijkt zelfs een kleine meerderheid voor te zijn. Maar ook de kerken roeren zich in de discussie. Zo doet de gereformeerde gemeente een dringende oproep om de zondagsrust te eerbiedigen. Ook andere kerken, zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk, sluiten zich aan bij de oproep. Ja, de zondagsrust is voor ons een belangrijk iets. Wij mogen op zondag samenkomen in de kerk. We mogen God loven en prijzen. We mogen elkaar als gemeente ontmoeten. En op die manier mogen we invulling geven aan onze visie op christelijk leven. En daarom vinden wij het geen goed idee dat de winkels op zondag open gaan. Ook de meeste ondernemers willen helemaal niet op zondag open. We leven hier in een christelijk dorp. We hebben veel christelijke klanten. Dan zeg ik op mijn beurt van, joh, we willen rekening houden met iedereen. Voor mijzelf hoeft het ook niet. De bakken gaat niet open, de slagen niet. De Gallegal, heb ik begrepen, die gaat ook niet open. En het is echt iets, het is meer iets voor de supermarkten. Het zijn inderdaad vooral de supermarkten die profiteren van de zondagsopenstelling. Maar de plaatselijke Albert Heijn wil niet voor de camera reageren. Ze verwijzen door naar het hoofdkantoor en dat laat weten de beslissing van de gemeenteraad af te wachten. Jullie kunnen toch ook gewoon thuis blijven op zondag? Ja, ik begrijp dat. En wij willen zeker ook onze visie op de zondag niet opleggen aan andere mensen. Tegelijkertijd hebben we wel de overtuiging dat de zondag en een rustdag in de week ook goed is voor de samenleving, goed is voor het welzijn. En daarom hebben we de gemeente Ermelo gevraagd van faciliteer nou die openstelling op zondag niet. Ga in tegen de 24-uurseconomie. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Maar in tijden van crisis komen we overal handjes tekort. En dat merken ze ook bij het dierentehuis en de dierenambulance Arnhem. Dierenambulance Arnhem omstreken. U spreekt me Lydia. Wat kan het voor u betekenen? Ja, wij komen eigenlijk wel tientallen vrijwilligers tekort. Ervan uitgaand dat ze een dagdeel per week beschikbaar zijn. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoeveel tijd mensen hebben om vrijwilligerswerk te doen. Er is een melding binnen. Die heb je gehoord. Je gaat nu op weg. Ja. Oké, hartstikke goed. Staat hij op de rit staan? Ja, hij staat op de rit staat en die ligt in de auto en je kunt zo op pad.
De reden dat er zoveel vrijwilligers nodig zijn, heeft alles met de afgelopen jaren te maken. Na de corona zijn veel mensen niet teruggekomen. En je merkt nu dat de arbeidsmarkt erg op zoek is naar mensen. Dus er wordt heel erg getrokken aan mensen. Dus die gaan weg bij ons en dan zijn we ze ook kwijt. Het speelt niet alleen in Arnhem, want in heel onze provincie zijn er tekorten aan mensen die een handje willen helpen. Ze willen liever betaald werk. We denken dat dat het geval is. Het is niet onderzocht, maar ik weet dat een wetenschapper, ik dacht in Rotterdam, of ik ben het even kwijt, maar die stelt dat er wel degelijk wat meer concurrentie bestaat. Niet alleen binnen de vrijwilligersmarkt, maar gewoon überhaupt binnen de Nederlandse maatschappij. Er is gewoon wat meer concurrentie. Je moet wat meer vechten tussen aanhalingstekens om vrijwilligers binnen te krijgen. Straks in deze uitzending, echte helden, ze bestaan nog. Marcel Lieverink uit Arnhem bedacht zich geen moment toen het huis van zijn achterbuurvrouw in brand stond. Ik heb eerst de vrouw eruit gehaald en toen de vrouw veilig was heb ik de hond er nog uitgehaald. Nog voordat er een stem is uitgebracht is al duidelijk dat het halve Gelderse college na de verkiezingen niet terugkeert. 3 van de 6 gedeputeerden zijn lijsttrekker voor hun partij, maar de andere 3 die zijn niet meer verkiesbaar. Eerder maakten Jan Markink en Jan van der Meer al duidelijk dat ze niet nog een termijn willen doorgaan. En nu geeft ook Peter van het Hoog, gedeputeerde van de ChristenUnie, aan na de verkiezingen te stoppen. En ik kom nu op een leeftijd dat, ja, als je 4 jaar verder kijkt, denk ik dat het goed is om nu een punt te zetten. Achter mijn politieke activiteiten die ik zo'n beetje 30 jaar geleden begon. Het verkeer vanuit het oosten richting Arnhem had vanochtend een dramatische start van de dag. Door een ongeluk met 3 auto's op de A12 bij Westervoort gingen 2 rijstroken van de snelweg dicht. En daardoor ontstond een lange file waarbij de extra reistijd opliep tot 1,5 uur. Andere wegen in de regio liepen vol door verkeer dat een andere route koos. En precies 10 jaar geleden viel het doek voor AGOVV. De profclub uit Apeldoorn, die in 2003 was teruggekeerd in het betaald voetbal, werd failliet verklaard. Alleen de amateurtak bleef over, al dreigde die aanvankelijk ook mee te worden gesleept in het faillissement. De hele kwestie leidde in 2013 tot emotionele taferelen onder de supporters. John Berends, de commissaris van de Koning in Gelderland, wil niet langer dat de Nederlandse vlag ergens ondersteboven hangt. Op de nieuwjaarsreceptie van de provincie Gelderland zei hij gisteren dat de vlag de eenheid van Nederland symboliseert en dat hij het ondersteboven hangen van de vlag ongepast vindt. Commissaris Berends zei gisteravond dat hij in deze provincie de koning vertegenwoordigt en dat het gebruik van de Nederlandse vlag voor protestacties hem tegen de borst stuit. De boerenvlag vind ik daar beter bij passen. En het zou mij toch wel een liefding waard zijn, ook als commissaris van de Koning. Ik representeer natuurlijk ook Nederland daarin. Dat die boerenvlag, die Nederlandse vlag, weer teruggaat in zijn juiste volgorde. Ik vind het gewoon niet gepast. En vandaar dat ik daar ook toch wel wat woorden aan gewijd heb tijdens mijn nieuwjaarsspeech. Maar of de boeren erg onder de indruk zijn van het standpunt van de commissaris van de Koning? We hebben meerdere boeren om een reactie gevraagd en hun standpunt is duidelijk. De vlag is een symbool voor de onrust die er is op het platteland. En Berends kan zich beter daar druk over maken dan om de omgekeerde vlag, vinden ze. Berends was in zijn speech ook kritisch op Den Haag. In Gelderland wordt om het stikstofprobleem op te lossen de dialoog met boeren gezocht. De Haagse politiek doet dat veel te weinig, vindt hij. Ja, ik vind dat het Binnenhof wat dat betreft meewerkt aan een stuk polarisering. En dat moeten ze niet doen. Het zag een paar jaar geleden niet rooskleurig uit voor speeltuin Kindervreugd in Doesburg. Het geld was op en na ruim 70 jaar leek het erop dat de speelplek zou verdwijnen. Maar dankzij een crowdfundingsactie en geld van de gestichten Doesburg kan de speeltuin blijven bestaan. En wordt die nu zelfs duurzaam en toekomstbestendig. De speeltuin is vandaag dicht en dat is niet alleen omdat het regent. Er wordt volop verbouwd en dat terwijl Kindervreugd 2 jaar geleden nog bijna leek te verdwijnen. Voor 2 maanden was er nog maar geld om de rekeningen te betalen. Nou ja, toen kwam het geld in 1 keer erbij aan, nou, dan konden we open blijven. En daar gaan we ook voor, hè? En dat de speeltuin altijd al veel voor de Doesburgers heeft betekend, is wel duidelijk. Ik heb natuurlijk ook kinderen die klein zijn geweest. Ik zelf ook, heb ik hier ook gespeeld. En dan mag je die klus hier doen. Dat is leuk. Ja, verwarming aan de gang en dan kan daarna het plafond dicht. Het pand wordt volledig energie-neutraal gemaakt en kan straks verhuurd worden.
Ja, dat is belangrijk inderdaad. Dat ze niet voor alles afhankelijk zijn van wel of geen subsidies, maar dat je gewoon toch probeert om dit gewoon goed te exploiteren. En dat is ook weer de toekomst van de speeltuin. En je hoeft niks meer te betalen, geen energie meer en noem maar op. En dat is echt heel fijn. En ook buiten wordt nog onder handen genomen. Volgende maand komt er een nieuwe kabelbaan. En dan komt er een ander speeltoestel. Het ziet er goed uit. Ja, wou dat ik nog kind was. Maar nog even geduld, want op 1 april gaat de vernieuwde speeltuin pas weer open. Ja, dan nog even dit. Marcel Lieverink uit Arnhem, die deed iets dat niet zomaar iedereen zou doen. Nog voor de brandweer gistermiddag bij het brandende huis van zijn achterbuurvrouw was, ging hij over tot een reddingsactie. En met succes. Ik ging boodschappen doen, ik wou boodschappen gaan doen. En toen kom ik aanlopen via het paadje. En dan zie ik een buurvrouw die achter mij woont. Die zie ik in de rook helemaal zwart al van de rook staan. En die was hulp aan het roepen. En ik hoorde wel de sirenes, maar ja, ik denk die zijn nog ver weg. Waar wij zelf achter een ladder liggen. En die heb ik toen opgehaald. En heb ik de vrouw uit de woning gehaald. Ja, en niet alleen de vrouw. Nee, ja, ook de hond. Er zat ook nog een hond bij zich. En ik heb eerst de vrouw eruit gehaald. En toen de vrouw veilig was, heb ik de hond er nog uit gehaald. Dat gaat automatisch. Je ziet de vrouw daar staan. Je denkt op een gegeven moment, hey, die vrouw die zit op een hoogte. Daar kan ik bij komen. Ik heb een ladder thuis. Ja, dat gaat automatisch. En nu rustig avond eten maken? Ja, rustig avond eten maken. Mijn dochtertje die komt zo thuis en die moet ook eten. En ik moet ook eten, dus ik heb uiteindelijk nog mijn boodschapje nog gedaan. En ik ben eten aan het koken nu. Ja, echte helden. Ze verstaan dus nog. Dan krijgt u nog het weer. Vanavond trekken er vanuit het westen felle onweersbuien over de provincie. En daarbij is kans op hagel en zware windstoten. In de nacht is het eventjes overwegend droog en later in de nacht volgt regen. Kouder dan een graad of 8 wordt het niet. Morgenochtend start dan met regen en een stevige zuidwestenwind. En later in de ochtend wordt het tijdelijk droger, maar in de middag volgt opnieuw regen. Wel neemt 's middags de wind wat af. Ondanks wolken en regen wordt het zo'n 11 graden. Ja, vrijdag dan komt het tot enkele buien, maar we zien ook regelmatig de zon. En zaterdag wordt een bewolkte en natte dag. En vanaf zondag dan wordt het een aantal graden kouder. En dit was het Gelders Nieuws in onze app. En op de site leest u onder meer dat er vandaag een wolf is doodgereden door een vrachtwagen op de A2 ter hoogte van Beest. Het hele verhaal op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.